Als je mishandeld bent door een agent tijdens een demonstratie, meld je bij ons, schreef Tim Hofman. En als je beelden hebt, van jezelf of iemand anders, stuur deze ook naar ons. Daar reageerde Dylan Yesilchos op, wil je alleen beelden van agenten die ingrijpen bij rellen, nadat de relschoppers meerdere malen gesommeerd waren weg te gaan? Of ook van railschoppers die journalisten het werk onmogelijk maken, de Joodse gemeenschap belagen, met stenen en ammoniak naar agenten smijten en spullen en gebouwen sloopte, Tim Hofman, schreef de vrouw. En kunnen we mensen dan niet beter vragen dat te melden bij instanties die daarvoor zijn? En b, als agenten iets niet goed zouden hebben gedaan, zullen we dat uiteraard onderzoeken en daarnaar handelen. Volgens Tim Hofman zette Dilan Jezieltsjos hem, op het schavot, met haar bericht. Toch gaat mevrouw haar excuses niet aanbieden en dat is maar goed ook. Nee, want ik vind niet dat het nodig is, zei Dilan vrijdagavond bij vandaag een site. De 46-jarige Dilan Jezieltjos leert ons dat het in Amsterdam niet ging op demonstraties, maar om rellen waarbij de politie mensen sommeerde om weg te gaan. Ik voegde alleen een suggestie toe aan de oproep van Tim Hofman. Een journalist gaat altijd zelf over wat hij vraagt en doet, maar ik zou als minister van Justitie en Veiligheid echt niks waard zijn als ik niet zou opkomen voor mijn agenten.